Tensi, want een eventuele rijksmonumentale status, mogelijke woningbouw en vernielingen op het terrein om het Tensi-complex en het omliggende gebied is enorm veel te doen in deze tijd. Jos van Wersch, hij is woordvoerder van Limburg Real Estate, is hier om het over te hebben. Meneer van Wersch, de laatste stand van zaken. Hoe staat het ervoor met de plannen voor het Tensi-gebied? Plannen genoeg. Mm-hmm. Ja, plannen genoeg. Die ook komende week gaan we die ook, dat wil zeggen de architecten die daaraan werken, gaan we het ook voor een deel presenteren. Ja. Die gaan schetsen geven wat eventueel daar zou kunnen komen. Ja. Hoe mooi het kan worden. Ja. En, maar tegelijkertijd zitten we met de gemeente die ons heeft gezegd van even hold on, even wachten met nieuwe plannen te maken. Zogeheten voorbescherming, dat wil zeggen dat je dus niet kunt bouwen. Je kunt niet verder. Mm-hmm. En om juist die status, die erfgoedstatus, te bewaren. Ja, wat vindt u ervan dat de gemeente dat besluit genomen heeft? Ja, we zijn tegenvaller. Ja. Tegenvaller. Zeker omdat je niet op gerekend had. Mm-hmm. Je zit met elkaar aan tafel best veel te praten in andere trajecten met de gemeente. Mm-hmm. Projectgroepen en allerlei andere. En dan, want die dag dat het bekend was, zaten we weer met de gemeente aan tafel te overleggen over wat we aan het doen zijn. Ja. Dus wij waren wel zeer, zeer verrast en zeer niet prettig. Niet prettig was dit, nee. Dus nu de laatste weken zijn we weer. Ik heb ook uitgelegd hoe dat werkt en waarom en van twee kanten, oké. Maar wij waren ook niet aan het slopen. We willen niet slopen, want het is een geweldig prachtig terrein met prachtige gebouwen. Ja, er zijn organisaties geweest die hebben een brief gestuurd en die hebben gezegd van ze zijn daar aan het slopen en ze zijn daar allemaal dingen aan het veranderen. Ja. Maar dat is niet zo, zegt u. Opruimen. Achterstallig onderhoud, dat wil je niet weten wat daar aan de hand is. Ja. Het lijkt allemaal groot wat er blinkt, dat is niet zo. Als je de oven 8 ziet, dat is een van de fenomenen van het Tensi-gebied. Ja. Nou, daar hebben we nu grote hek omheen gezet. Mm. Het gevaar, dan vallen pannen van het dak, dan vallen platen op de grond. Dus dat mag je niet meer komen. Mm. En ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die zijn bij ons geweest, die komen komende week komen die weer. Mm. Die zeggen, kijk u zelf maar even, we hebben daar geen waardeoordeel over, maar u mag zelf zien hoe de stand van zaken is. Ja. Wij werken aan allerlei dingen mee en wij hebben ook, dat moeten we toch gewoon afwachten, maar we zijn er niet aan het opruimen. Ja, ja. We maken de zaak niet wel schoon, dat je niet meer je been breekt. Nee, dat is ook vrij belangrijk. Die rijksmonumentale status, als die al komt, wat betekent dat voor de plannen die jullie hebben? Nu wel dat de overheid moet meebetalen. Want dat is het voordeel weer. Dat de Rijksoverheid dan ook de beurs moet trekken. Mm-hmm. En wat dat dan betekent. En wat dan als het een hele complex rijksmonumentale status zou krijgen. Mm. Ik weet het niet. Dat zullen de Den Haag uitmaken. Wat dat betekent voor ons. Maar we kunnen hier vooruit lopen. Want als je niks kunt doen. Stel dat je niks meer kunt doen. Dan is er een gebied dat ligt daar te liggen. Ja. En dat heeft u er aangekocht met Limburg Real Estate. Ja. Wat moet u er dan mee? Ja. Inderdaad. Ja. Dan ligt het daar. Nou, dan blijft het zo liggen. Ja. Dat zou niet de bedoeling zijn geweest van niemand. Nee. Want er moet iets ontwikkeld worden. Een nieuwe generatie moet daar komen. Tensi 2.0. Mm. Met nieuwe plannen. Met circulaire economie. Met huisvesting. Ook voor studenten. Mm. Leisure. Fitness. Cultureel is er al. Willen we houden. Dus dat willen we ermee gaan doen. Alleen dan in een nieuwe setting. In een nieuwe tijd. Ja. En als je niet kan, dan is het, dan ligt het daar dus. Ja, en dan, wat er mee gebeurt, geen idee. Ja. Maar dus daar gaan we niet vanuit overigens. Maar er moet wat gebeuren. Want dan gaat het gewoon verloederen. En dan valt het, na zoveel jaar, valt alles om. Ja. En dan hebben we geen erfgoed meer. Zelfs dat niet. Ja, u spreekt namens dus, Limburg Real Estate, namens de eigenaren. Hoe zijn zij onder deze ontwikkeling? Want ik kan me voorstellen, je koopt iets en vervolgens worden allerlei... Dat was niet leuk, nee. Nee. Nee, dat voelt niet goed. Nee. Dat voelt niet goed als je dat wilt gaan doen, want dat koop je niet om niks te doen. Hmm. Ja, plannen, die liggen natuurlijk nog steeds en we hebben ook... Er zijn natuurlijk mogelijkheden dat we toch mogelijke plannen kunnen doen. Een paar plannen, ondanks de huidige status van voorbescherming. Mm, dat zou mogelijk zijn. Wat is dat? Dat zou iets met circulaire economie kunnen worden. Batterijopslag, energie zou kunnen zijn. En mogelijk sowieso een museum willen we gaan maken. Het Tensi-museum. Wie kan daar tegen zijn? Ja.
Wie kan daar nou tegen zijn? Dat staat bij ons op de hoog op de agenda. Mm. Dat is ook een van de onderwerpen. Er kan ook een horecafunctie komen. Dus dat met ruimte voor fitness, voor leisure. Dat zijn dingen die misschien wel kunnen. Maar wij moeten dat ook met de gemeente afstemmen. Wij moeten daar groen licht voor krijgen. Ja. Dus we zijn momenteel in de stand van wachten. Ja. Waar kunnen we naartoe? Ja, en wat, is daar ook een datum aan vastgeplakt? Nee. Hoe lang moeten jullie wachten? Nee. Kijk, het plan van transformatie is een jaar of 12 geleden is dat begonnen. In 2010. 12 jaar geleden. Dus die, al die jaren is er heel veel vergaan. Dat snap je wel, mm-hmm. 12 jaar tijd. Wat je nu wel weet is dat door die nieuwe situatie, die status van voorbescherming, moet de gemeente binnen een jaar, anderhalf jaar met een bestemmingsplan komen. Ja, ja. Dus dat is wel weer een voordeel. Ja. Dat je nu wel weet waar je over anderhalf jaar aan toe bent. Maar is dat lang, anderhalf jaar in uw ogen? Wij hadden het sowieso niet veel kunnen doen, want eer je plannen moet maken en uit moet werken, ben je anderhalf jaar verder sowieso. Ja, ja. Architecten die zijn nu volop bezig met wat zou kunnen, wat is haalbaar. Wat is, je hebt kostendragers en kostenmakers. Die tijd is te doen. Mm. Alleen het feit dat je zo even zit nu, dat voelt niet goed. Ja, nee. En terwijl we met de beste bedoelingen daar begonnen zijn, zeg ik namens de eigenaar. Ja, ja, ja. Paul, komt de term ENSI ook voor een nieuw boek? Nee, daar moet ik nee op zeggen. Nee. Nee. Maar dat is ook normaal, want kijk, het boek gaat over de Maastrichtse taal. Ja. En niet zozeer natuurlijk over andere dingen uit Maastricht, maar de geschiedenis van de Maastrichtse taal is een zeer, zeer rijke geschiedenis. Hm. Een bekend gebied kent u wel toch? Hè? Ja, nee, ik ben geboren onderaan de Pietersberg. Oh, nee, dat, nee. Oh, kijk, ja. Dus, ja. Wat vindt u dan van de ontwikkeling, hè, zoals meneer Van Wester beschrijft? Ik hoop dat er inderdaad iets heel positiefs uitkomt, want het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn dat zo'n gebied daar braak blijft liggen. Bijna braak blijft liggen. Je moet er iets mee doen natuurlijk. Er was al een aanzet toen met het kunstproject, toch? In Annecy, met die Franse uitspraak. Dat bestaat ook nog steeds. En dat bestaat nog steeds, ja. Zeker. Nou. Nog sterker, daar hebben wij hoge verwachtingen van dat gebied, van dat Annecy-lokaal, waar het ook op dit moment... En als vind ik, dus ik ben een taalwetenschapper, hè, dus ik gepromoveerd in Parijs, dus ik heb altijd iets natuurlijk met die taal. Ja. En als ik dan zie Annecy geschreven, dan denk ik, ja, dat is heel beloftevol. Daar kun je wat mee, daar kan je de grens ook mee over. En dat moet je dan ook doen, vind ik. Hè. Ja. Je zit op die grens. Ja, en niet alleen op de grens, maar op de taalgrens. Taalgrens ook. Nee, de cultuurgedeelte is voor ons van belang. Want dus de stad Maastricht is natuurlijk ook heel belangrijk voor de cultuur. En het is een van de pijlers van Maastricht. Ja. Dus daar gaan we, dat koesteren wij ook. Ja. Nog sterk. We hebben daar komende week hebben we daar een hele grote bijeenkomst. Die nu, 10 november, hè? Ja, die is vol. Ik kan dus ook geen mensen meer zich aanmelden. Okay. Het zit helemaal vol. We hadden gedacht op 80, maar we hebben inmiddels 160 mensen, 170 mensen zich aangemeld. Dus we hebben geen plek meer. En dat zijn bewoners, belanghebbenden? Mensen uit de politiek, mensen uit mensen van natuurmonumenten, bewoners, omwonenden. Ja. Maar ze komen van verre, moet ik zeggen. Er zijn er mensen bij waarvan die ken ik een aantal zo. Dan denk ik, goh, die komen ook kijken. Die zijn niet van Maastricht, maar die komen toch naar de plannen luisteren. Okay, Dus hebben wij die avondpot gepresenteerd door de architecten. Ja. Onder andere is daar ook aanwezig bij Francine Hoebe. Ook wel een grootheid in haar vak. Met haar team. En met het team van David Rademaker de Vries, die komen dat donderdagavond vertellen, schetsen, zo zou het ongeveer kunnen worden. Maar mensen vooral, geef vooral ook uw mening. Ja, ja. En dat mogen ze dan ook doen in die avond in deel 2. Mm-hmm. Kunnen ze per mail doen of met mij praten of op een briefje schrijven. Maar laat het wel aan. Vooral weten wat jullie zouden willen. Ja, dat ze mee mogen denken ook. Nou, nog even, want er waren ook vernielingen en diefstal op het Enschede gebied. Ja. Hoe staat het daarmee? Ja, ja. Heel vervelend. Ja. Sinds de aankoop. Kijk, het heeft lang leeg gestaan. De NC is gesloten in juni 2020. Mm. Ja. Dan zijn de onderhandelingen begonnen met nieuwe eigenaren. En de verkoop was op 8 april in mijn hoofd. Of de overname april dit jaar. Sindsdien hebben we vele vernielingen gehad. Diefstal, koper, ijzer, materialen. Noem alles maar op. Ja, goed, ja. En we hebben natuurlijk een groot gebied van een hectare of 33... Ja, we hebben camera's, maar het is nog niet zo makkelijk om iedereen buiten te houden. Ja. En u heeft een beloning uitgeloond voor €10.000 voor de vinder. Voor de vinder. Voor in ieder geval een drietal jonge mannen. Ja. Daar hebben we ook beeld van. En
Je ziet ze dat ze golfkarretjes hebben wij daar om te transporteren mensen en elkaar. Die worden gewoon met elkaar getrokken, gewoon vernield met spanband, vliegen de wielen eraf. Die liggen dus, die golfkarren liggen volledig totaal uit elkaar gehaald. Daar hebben we beelden van, bewegende beelden van, voor pure vernielingen. Mm. Dan heb je nog de diefstallen. Mm. Zijn dat dezelfde mensen die dat doen? Dit waren die we nu daar op die foto hebben staan, die hebben, was de vernielingen vooral. Okay. Die anderen hebben, zijn wat handiger. Die zijn door hekken en door draden gekropen enzovoorts. Mm. Maar we hebben nu wel wat aanwijzingen. De politie ook hebben we ook natuurlijk aangifte moeten doen. Mm. Dus we hebben ze in de peiling, denk ik wel. Ja, ja. Okay. Het gaat de goede kant op, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja. Bent u ook positief over de toekomst? Gaat het uiteindelijk toch nog de kant op waar Limburg Real Estate moet? Ja? Ik denk dat we de laatste weken wel ook met de gemeente, want met de provincie niet te vergeten, met natuurmonumenten, met de stichting Spa, de benemend Spa, met alle partijen die hebben, dat we daar toch goed in gesprek zijn. Deze week hebben we weer een nieuwe stap gezet naar het gevoel van, ik denk dat we de goede lijn te pakken hebben. Dus ik ben wat dat betreft ben ik heel positief gestemd. Oké, heel goed. Nou, daar gaan we mee in ieder geval dit gesprek mee afsluiten. Dankjewel, meneer Van Wers, voor uw toelichting.